Yo, what up gasten, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Bram Veninga en vandaag gaan we weer een transe videootje doen. Ik heb er weer zin in. Het is weer een maand geleden en toen was je best wel goed ontvangen. Dus ik dacht, we gaan vandaag weer een transe videootje doen. Ik heb ongelooflijk veel zin in. Er zijn best veel transe geruchten die best wel interessant zijn om te bespreken. En ja, ik ga weer lekker als een nieuwslezertje, als een geruchte man, ga ik dit aan jullie vertellen. Het eerste gerucht is dat Alexis Sanchez naar Inter Milaan zou gaan. Inter Milaan die zou best wel gaan inkopen, jongens, deze zomer. Want ja, die willen gewoon weer de Europese top halen. En er staat nog iemand in het lijstje. Ze hebben ook al Godin al eerder gehaald. Dat was al eerder geconfirmed. Dus ja, ze gaan veel aankopen doen. En Sanchez lijkt ook daar naartoe te gaan. Hij is namelijk gespot met de manager van Inter, met zijn zaakwaarnemer. Dat was ook al eerder met Juve. Maar ik geef hem een grotere kans dat hij naar Inter Milaan gaat. En dat waren dan de transfers voor deze keer. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Wil je dat er zo snel mogelijk weer een nieuwe komt? Volgende week bijvoorbeeld. Wil je nou de volgende week een nieuwe video komt? Volgende week zondag of zaterdag. Bij de 10 likes komt die de volgende week. En anders dan moeten we nog even wachten voordat die komt. En abonneer, weet je. We hebben 206. We willen natuurlijk naar die 250. Come on jongens. We kunnen het. Let's go! En dan zie ik jullie bij een volgende leuke video. Misschien wel bij een livestream. Dat moet ik nog zien. En dan zie ik jullie later. Ciao gasten. Dan een volgende transfer die best wel interessant is naar mijn mening. Real heeft namelijk best wel grote problemen met aanvallers die het niet meer op de top doen. Hem, Benzema is toch wel een beetje klaar, laten we eerlijk zijn. Bale vindt nog steeds in zijn draai. Vinicius Junior heeft nog even wat tijd nodig. En iemand die in de Bundesliga het heel goed doet, lijkt nu een transfer te gaan maken. Hij is ook nog heel erg jong. Hij speelt bij Frankfurt, dan heb ik het natuurlijk over Jovic. Jovic zou in de belangstelling staan van Real en dat zou ook al bijna rond zijn. Het bedrag weet ik niet helemaal meer uit mijn hoofd, maar het was, ik geloof, iets van 90 miljoen. Een hele, hele mooie transfer voor Jovic. Als hij daar kan spelen, als hij beter is dan Benzema, dan zou hij het dan moeten bewijzen. En ik zie hem daar echt wel goed presteren. En dat zou voor hem natuurlijk mooi zijn, want bij Real zit je echt bij de Europese top. En ja, dat zou wel mooi zijn voor een van de grootste talenten van de wereld op dit moment. Want hij heeft echt een heel goed seizoen gehad bij Frankfurt. Dan nog een andere Bundesliga-speler die een transfer gaat maken. Een hele goeie. Ook op het WK was hij redelijk als een van de weinige Duitsers. En hij speelt onder Peter Bos. Dan heb ik het natuurlijk over Julian Brandt. Eerst was er al een gerucht dat Bayern interesse in hem had. En het lijkt nu toch wel rond te zijn met Borussia Dortmund. Borussia Dortmund die natuurlijk heel vaak spelers wordt weggekocht door Bayern en andere ploegen. Ja, die willen nu toch ook wel weer een goed elftal hebben. En het lijkt ook weer dat er weer wat spelers worden weggekocht dit seizoen. En daarom zou Julian Brandt niet een hele slechte aankoop zijn. Hij doet het goed in de Bundesliga. En het is voor hem denk ik wel een stap omhoog van naar de nummer 2 van de Bundesliga. En misschien zou Borussia ooit nog een keer kampioen kunnen worden van Duitsland. Ja, klaar. Dan onze Nederlandse topkeeper. Daar heb ik het helaas niet over pad. Dan heb ik het over Sillissen. En Sillissen die heeft natuurlijk een paar geruchten. Hij gaat weg. Dus bijna 100% zeker dat hij weggaat dit seizoen bij Barça. En eerst dachten we allemaal, hij gaat naar Premier League, hij gaat naar Engeland toe. En daar is nu toch wel twijfel over gestaan. Toen kwam Porto, kwam als een heel groot gerucht dat Porto hem toch wel echt zou willen hebben. En ja,
Dat had natuurlijk ook wel te maken met Casillas, die toen een hartaanval heeft gekregen. En uiteindelijk lijkt het toch dat Sillessen naar Benfica gaat. Ook een hele goede ploeg natuurlijk in de Liga NOS heet dat, geloof ik. En voor Sillessen is het prima om toch weer een beetje meer te spelen. En als je daar goed kan spelen en een beetje in de Champions League kan spelen, dan is het een hele mooie transfer voor hem. En misschien ook wel een stap omhoog voor hemzelf. Natuurlijk is Barca een stap hoger, maar ja, als je daar niet speelt, heb je dan wat aan elk jaar kampioen worden en zo. Ik denk zelf van niet. Ik denk dat hij dit lekker moet doen. En dan kan hij weer wat meer spelen. Ik zei bij de eerste transfer al dat Inter echt op weg wil naar de Europese top. En dat willen ze met nog een middenvelder doen. En die komt van Barcelona met de aankomst van Frenkie de Jong en Arthur die groeit. En Busquets die niet te verslaan lijkt te zijn natuurlijk. Ongelooflijk goed is die Busquets nog steeds. Lijkt Rakitic weg te gaan. En waarschijnlijk gaat hij naar Inter. Inter gaat een heel goed elftal krijgen volgend jaar. En daar moeten Juve en de andere Italiaanse topclubs echt in de gaten gaan houden. Volgens mij hebben ze ook Champions League weer volgend jaar. Ik weet niet precies de volgende Serie A, niet echt. Het spijt me. Niet mijn competitie. Maar Rakitic, ja, ik weet niet, is het een goede transfer? Hij lijkt in ieder geval niet meer aan de basis te staan van een plan van Barcelona. Dus het zou kunnen dat het een goede transfer is. Het is wel een stapje naar beneden, naar mijn mening. Maar prima, weet je, volgens mij is Rakitic volgens mij al 30. Prima transfer als je dan nog even naar de Serie A gaat. En hij heeft het heel goed gedaan bij Barça. En verdient een mooie transfer en verdient speeltijd. Dan een transfer dat 99% rond is voor 120 miljoen. Het gaat ook weer over zoveel geld, jongens. Dan heb ik het over Antoine Griezmann. En hij had aangekondigd dat hij wegging. En dat rolt dan natuurlijk. En United zou hem willen hebben. En bla 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 bla. En het lijkt er rond te zijn met Barcelona. Ja, ook weer dat ik denk, Barcelona koopt weer een aanvaller. Ze hebben al Malcom. Ze hebben Dembele, ze hebben Coutinho, ze hebben Messi en ze hebben Suarez. En daar ook nog Griezmann bij. Dat zijn 6 topaanvallers. Ja, ik vind het nogal een merkwaardige transfer. Vorig jaar dachten we allemaal dat dit zou gebeuren. Als het nu gebeurt, is dat heel mooi voor Griezmann. Mijn favoriete speler natuurlijk, zoals jullie weten. En misschien ga ik dan wel dat lelijke ruitershirt kopen van Barcelona. Maar ja, voor hem denk ik dan een stapje omhoog. En met Barça heb je ook nog wel een kansje dat je de Champions League wint. En een grotere kans dat je kampioen wordt. Ja, deze wereldkampioen die gaat daar gewoon naartoe en die gaat daar spelen. En waar, dat weet ik niet. We zullen zien. Ik ben heel benieuwd. En natuurlijk zijn er wel geruchten dat Suarez weggaat. Maar ja, die is geruchten, neem ik niet heel serieus. Ik wens vooral heel veel succes aan Antoine Griezmann. In deze video heb ik ook al eerder gezegd dat Godin, dat die weggaat. Hij gaat naar Inter. En er gaan meer. Dus Griezmann gaat ook weg. Maar er gaan ook 2 extra transfervrije spelers weg. Felipe Luis gaat weg. Juan Fran gaat weg. En dus bijna de hele verdediging gaat weg. Daar gaat natuurlijk een verdediger worden gehaald. Alleen 3 verdedigers gaan transfervrij weg. Dus daar krijgen ze geen inkomen van. Ze krijgen alleen 120 miljoen van Antoine Griezmann. En ja, dat is niet zo heel veel geld. Dat is niet zo heel veel geld. Dus Otamendi lijkt de naam te zijn die misschien wel naar Atletico de Madrid gaat. Otamendi, een prima voetballer, een prima verdediger. Hij lijkt natuurlijk ook heel goed. Volgens mij was hij laatst ook een tijdje geblesseerd geraakt. Maar het is een prima verdediger die bij Atletico prima de opvolger zou kunnen zijn van Godin.
Ik denk toch wel dat hij iets minder is dan Codeine, naar mijn mening. Maar goed, hij is prima. En hij past prima in je team, P. We hebben deze video veel over Duitsers. Veel over Duitse voetballers. Of transfers naar Duitsen uit de Bundesliga. En alles. En weer een Bundesliga transfertje. Dus dat is wel interessant. Een speler die bij Manchester City best wel ontevreden is. Omdat hij een van de betere spelers daar is. Maar niet in de echt bepalende wedstrijden heel veel speelt. En hij lijkt naar Bayern München te gaan. Leroy Sané. Sané is gewoon echt een hele goede voetballer. En dat hij niet meeging naar het WK vinden wij allemaal nog echt. Dat je allemaal denkt van, is een hele domme keuze geweest. Maar Sané is een hele goede voetballer. Ribéry gaat weg, Robben gaat weg. Dat is een linksmid en een rechtsmid. Waarschijnlijk zou Sané daar dus een vervanger gaan worden van Ribéry voor Robben. Daar heb ik al eerder besproken, Ziyech. Dat is ook al weer twijfelachtig. Het is allemaal niet heel zeker in de transferwereld. Maar Sané naar Bayern, ik zie het gewoon gebeuren, weet je. Duitser naar de Bundesliga, waar hij gewoon kan gaan knallen. Waar hij wel een van de belangrijkste spelers kan gaan zijn samen met Lewandowski. En ik zie het gewoon wel gebeuren. Ik zie Sané wel in een Bayern München pakkie. Dan een transfer wat ook weer gaat over een Nederlander. Een Ajax-speler, om weer eens precies te zijn. Want er gaan veel Ajax-spelers weg, jongens, deze zomer. En deze die leek al afgelopen te zijn. Deze leek al naar Barcelona te zijn. Dan heb ik het niet over Frenkie de Jong. Maar het is weer geopend. Door een bod van Liverpool van maar liefst 100 miljoen euro. En dat heeft Matthijs de Ligt aan het twijfelen gebracht. Of die nou naar Liverpool wil of naar Barcelona. Ja, hoe ziek zou zijn, jongens, als de Ligt naast Van Dijk gaat spelen. Ik zou het heel ziek vinden. Ik zou het echt heel ziek vinden als dat gaat gebeuren. Want ja, Van Dijk, beste verdediger van de wereld. De Ligt, toekomstige beste verdediger van de wereld. Laten we heel eerlijk zijn, die Matip is toch niet heel veel, lijkt mij. Ik denk dat De Ligt wel echt wel beter is dan Matip. En dat het een hele slimme transfer zou zijn. Zeker omdat ik zie dat die Lanchet ook steeds beter in zijn vel komt. En die gaan ze niet zomaar wegdoen bij Barcelona. Dus De Ligt, als ik jou was, hè, als ik jouw adviseur was, ben ik niet. Maar ik ga nu wel even de spelen. Dan zou ik gewoon lekker naar Liverpool gaan, jongen. Echt. Lekker naar Liverpool gaan. Doe het. Oeh, luister naar mij. Ha, naar Liverpool. En dat waren dan de transfers voor deze keer. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Wil je dat er zo snel mogelijk weer een nieuwe komt? Volgende week bijvoorbeeld. Wil je nou dat volgende week een nieuwe video komt? Volgende week zondag of zaterdag. Bij de 10 likes komt hij de volgende week. En anders dan moeten we nog even wachten voordat hij komt. En abonneer, weet je. We hebben 206. We willen natuurlijk naar die 250. Kom on, jongens. We kunnen het. Let's go. En dan zie ik jullie bij een volgende leuke video. Misschien wel bij een livestream. Dat moet ik nog zien. En dan zie ik jullie later. Ciao, gasten.